Elke dag staat het Algemeen Ziekenhuis Damiaan klaar om de best mogelijke zorg te leveren. Met zijn nieuw ziekenhuiscomplex wil AZ Damiaan het referentiecentrum aan de kust zijn voor een hedendaagse, hoogtechnologische en patiëntvriendelijke gezondheidszorg. In AZ Damiaan zijn innovatie en hoogtechnologische apparatuur belangrijke bouwstenen van de kwaliteitsvolle patiëntenzorg. Ook het geautomatiseerd medicatiedistributiesysteem draagt bij tot een verhoogde patiëntveiligheid. Bijna alle producten komen op de AX-ROAS transportband terecht waar ze via scanning worden herkend. De robot neemt de doosjes in ontvangst en stockeert ze. Bij een order verzamelt de robot de nodige doosjes. Attis, de Griekse god die zijn eigen ding afknipte, verknipt bij ons de blisters tot individuele dosissen. Omwille van de vereiste traceerbaarheid moeten de verknipte blisters herverpakt worden in zakjes waarbij elk zakje een unieke barcode krijgt. De goedgekeurde zakjes worden gestockeerd in een van de 5 Pegasus-machines. Elk voorschrift wordt per computer digitaal ingebracht. Alvorens een geneesmiddelenvoorschrift wordt uitgevoerd, moeten zowel een arts als een apotheker deze goedkeuren. Pas dan zal de Pegasus voor de patiënt de benodigde medicatie voor de volgende 24 uur op een ring produceren. Elke ring krijgt een kaartje met de patiëntgegevens en de inhoud. Per zorgeenheid wordt een transportkar gevuld met alle medicatie voor de volgende 24 uur. Elke patiënt heeft daarin zijn eigen bakje. Het samenstellen en controleren gebeurt aan een controlepost, waarbij alles gescand wordt. Medicatie die niet automatisch kan verwerkt worden, bijvoorbeeld uit de koelkast, wordt manueel verzameld. Als de transportkar op de dienst komt, wordt alles in de beveiligde medicatiewagen gestockeerd. Uiteraard wordt alles opnieuw nagezien en gescand. Waar vroeger elke dienst een uitgebreide dienstvoorraad had, is deze stok tegenwoordig slechts een fractie van de vroegere situatie. Elke dienst heeft wel nog een verzegelde noodkoffer voor uitzonderlijk dringende gevallen. Omdat uiteraard niet alle medicatie 24 uur vooraf kunnen voorzien worden, hebben we van askasten. Ook hier wordt alles getraceerd via scanning van de patiëntgegevens en het elektronisch aanmelden van de verpleegkundige. Zo organiseren wij op een patiëntveilige manier de medicatiedistributie in AZ Damiaan Oostende.